Ja, jongens, vrienden vijand zei het eroverheen. Battlefield 1. Zo, moet misschien mijn zin even afmaken. Eens. Ik had gisteren in de oude Gamedoos ook. Dan zat ik terug te kijken. Ik zeg echt soms echt, daar slik ik zoveel in. Dat druipt het in mijn hoofd. Dus... Ja, je slikt wel vaker in. Tijdens die... Ik ga toch niet tijdens uit de oude Gamedoos... Nou. Jongens, vriend en vijand zijn het erover eens. Battlefield 1 is badass. En Battlefield 1 is badass omdat het terug gaat naar de Eerste Wereldoorlog. En Battlefield 1 is badass omdat het fucking mooi uitziet, goed gebalanceerd en een goede game is. Ja, nou, we zijn klaar. Je hebt de game een 9 gegeven, Daan. Heftig. Nee, ja, ik ben zelf ook heerlijk bezig. Ja, snap ik. Hey, zullen we beginnen met de vibe van de Eerste Wereldoorlog? Want dat is de eerste keer dat we naar de Eerste Wereldoorlog gaan. Tenminste, verdun. Snap ik allemaal wel, maar de eerste echte game die naar de Eerste Wereldoorlog gaat. Ja, inderdaad. De eerste dure game. Vertel eens. Vertel eens hoe ze het allemaal. De sfeer is natuurlijk ontzettend opgeleukt. Het is heel erg overdreven. Het is Battlefield overdreven, maar dat is niet erg. Je krijgt wel de feeling van een echte oude oorlog. Je krijgt de feeling van... hoe hard het in die tijd geweest moet zijn. Hoezo, hoe dan? Ja, harde actie en de smerige loopgraven en vlammenwerpers en mosterdgas en allemaal dat soort keiharde shit. En dat merk je bijvoorbeeld in het verhaal in de tutorial heel erg. Je bent vervangbaar. Ja, je mag dood. Je mag dood en dan ga je gewoon naar de volgende. Dat miste ik wel in de latere delen, of eigenlijk in de 5 war stories die het spelen krijgt. Daar mocht je niet dood. Nee, en dat op zich... mooie emotionele verhalen. Dat is niet erg. Nee, het zijn emotionele verhalen, maar... ze waren heel tof opgezet. Je krijgt alle facetten te spelen. De singleplayer hebben we het over, hè? Ja, een singleplayer. Je krijgt alle facetten te spelen. Bijvoorbeeld een tank. En je krijgt dikke guns in je handen. Vliegtuigje? Vliegtuigje, inderdaad. Zeppelinnetje? Ja, dat is allemaal super tof gecombineerd. Het enige wat mij wel stoorde is dat je continu een one-man army bent. Of in ieder geval, je bent of met z'n twee of met z'n drie. De singleplay is wel een beetje Call of Duty stijl. Ja. Nou, op zich het hele rennen en schieten en stormen, dat is helemaal niet erg. Maar wat ik heel erg graag had gezien is gewoon de multiplayer, maar dan in singleplayer stijl. Maar dat deden ze toch wel? Je moest ook punten veroveren. Wel, maar niet met grote groepen soldaten. Nee, je had heel erg het gevoel dat je in je eentje bezig was. Ja, omdat de rest gewoon prutsjes zijn. Ja, dat was het. En ik kreeg dus niet het gevoel dat je met squads aan het samenwerken was. En precies. Maar de singleplayer is ook niet iets heel... Het is tof dat erin zit. Ja, weet je, ik heb een beetje flashback naar vorig jaar. Want op dit moment zit er een singleplayer in en iedereen vindt de singleplayer kort... En ook niet, weet je, het is wel mooi. Het is mooi geschreven, mooi gedaan, maar het is veel te kort. En je bent er zo doorheen. Eigenlijk boeit het niemand, iedereen gaat naar de multiplayer. Maar toen vorig jaar Battlefront uitkwam, toen zat er geen singleplayer in. En toen was het allemaal van, jongens, zo'n singleplayer. Nou ja, ik vind even onze bezoekers na, hè? Weet je, ik vind de lengte van de singleplayer ook niet zo heel erg. Je bent er inderdaad vrij snel doorheen. Maar het is best wel een heftige en soms emotionele rit. En maar het had er ook gewoon niet in hoeven zitten. Laten we heel eerlijk zijn tegen elkaar. Dan gaan we de game. Die 9 is niet vanwege de singleplayer. Ik vond het wel een leuke toevoeging. Okay. Ik vond het wel heel tof gedaan hoe ze dat allemaal hebben opgezet. En dat geeft wel iets extra's. Het was voor mij zo van, oh vet, Battlefield geeft nu wel... Eigenlijk een van de betere verhaallijnen in een Battlefield. Zeker. Op Bad Company na. Ja, precies. Ja. Ja. Okay, en bij de Eerste Wereldoorlog, heel veel mensen zeiden inderdaad, gaan ze weer even naar de Eerste Wereldoorlog, alleen loopgraven, kun je niks. Dat is echt gelul, hè? Dat is echt gelul. Oké, tuurlijk. Battlefield 1 is echt niet zo authentiek als de Eerste Wereldoorlog daadwerkelijk was. Die was echt super authentiek, de Eerste Wereldoorlog zelf. Ja, ja, die was wel. Echt, ja. Als mensen nog hoort erover, dat was echt hartstikke authentiek. Dat sowieso. En in de game natuurlijk, we gaan met alleen maar, bijna alleen maar automatische geweren aan de slag. En dingen die net iets meer over de top zijn. Maar dat is helemaal niet erg. Het blijft een game en dat maakt Battlefield wel heel sterk. De gameplay is heel sterk en het weet je, de feeling, de uitstraling van de wapens en de kleding, dat is wel heel erg authentiek. Ja. En zeker ook dat je met primitieve tanks aan de slag gaat en met paarden en zo. Dat maakt het wel heel erg dat je denkt van... Ik ben paardenmeester, jongen. Echt? Ja, als ik een paard kan pakken, pak ik hem. Dan ga ik met mijn zwaard. Heerlijk. Nice. Hey, de multiplayer, want dat draait natuurlijk allemaal om. Operations.
Ja, nieuwe is de nieuwe modus. Natuurlijk heb je Conquest en het is allemaal super mooi en super goed gebalanceerd. Fucking vet, we gaan het even over Operations hebben. Ja, Operations is, het lijkt een, het is een combinatie van Conquest en Rush. Maar in Operations moet je ook gebieden veroveren. Je bent of de aanvallende partij of de verdedigende partij. Ja, lijkt een beetje op de Battlefront modus Supremacy was het geloof ik die in de DLC kwam. Ik geloof het wel. Ja. Je hebt vaak twee punten die je moet veroveren en als je die hebt veroverd dan moet je die in handen houden. En als je die lang genoeg in handen houdt, dan is de ronde voorbij en dan schuift de battlefield op. Dus ga je naar een ander deel van de map om daar weer te vechten. En dat kan zo continu verschuiven en ja, dat is super gaaf. Ja, en 64 heel spelers. Intense. Je kan kiezen tussen 40 spelers en 64. Klopt ja, dat is wel leuk. Ik snap niet goed waar mensen 40 zouden nemen. Geen idee. Want ik ben altijd 64 spelers ik hoor. Ik ook. Gaat dat los. Ja. Oké, er zijn verschillende... en verder heb je natuurlijk Conquest. Wat is je favoriete map? Er zijn best wel veel mappen, toch? Ja, 9 stuks. Met die allerlei varianten hebben, hè? Ik zit even... Wat is mijn favoriet? De Sinai Desert, nee. Is dat niet vet? Die hebben natuurlijk in de beta al helemaal kapot. Ik vind die ene map, ik weet de naam niet, ik vind de ene map leuk dat je een mansion hebt in het midden waar je ook de hekken dicht kan doen. Ja. Die zit ook in Operations. En dan daarvoor zit een fonteintje en dat vind ik echt een vette map. Omdat je, er zijn er wel allemaal muurtjes. Je hebt ook een map met heel veel heuvels. Die vind ik moeilijk. Ja, maar dat en die vind ik ook niet leuk, omdat die op de heuvels zitten alle snipers. En als je dus geen sniper bent, dan ga je dus alles via de bunkers doen, via binnen. Ja. Waardoor het daar altijd continu druk is. Dat vind ik een mindere map. Maar goed, wie ben ik? Ik weet allemaal niet hoe ze heet hoor. Het is mijn review die ook niet. Die bosmap vond ik, ik weet alle map ook niet helemaal qua naam, maar ik vond die bosmap vond ik heel vet. Die lijkt echt op Endor. Ja, maar laten we daar ook even die olifant uit de kamer halen. Deze game is gewoon Battlefront, maar dan gewoon het Eerste Wereldoorlog setting, toch? Ja, het voelt wel wat anders. Ja? Ik heb de wapens en vanwege dat je geen jetpack hebt. Nee, maar het is ook qua upgraden net wat dieper. Je kan wat meer wapens vrijspelen. Je kan natuurlijk per klas kan je levelen. Ja. Je krijgt per potje krijg je warbonds die je uit kunt geven aan wapens. Maar je krijgt natuurlijk ook random battlepacks. Nou ja, goed, als je die opent dan krijg je... Oh, die heb ik nooit, bedoel ik. Ja. Battlepacks, daar heb ik nooit geluk mee. Ik zie al een hele lijst naar elke map van mensen die battlepacks krijgen en ik zie nooit mijn... Ja, maar dat gaat zo willekeurig. Best een vet poppetje. Dat is heel raar. Oké. Grafisch fantastisch. Sowieso. Maar dat is wel echt hetzelfde als Battlefront. Maar dan een kleine upgrade. Ja. Iets weer. De verschillende klassen. Daar wil ik het toch even over hebben. Ik speel als medic. Mm-hmm. En ik verdien vooral mijn punten door mensen te healen. Want mensen weten... Dus als je het niet weet, dan ga ik het nu vertellen. Ik ben niet zo heel goed. Wat ben jij? Ik ben meestal assault. Okay. Of support. Dus meestal wel machinegeweren, dat is wat je ambieert. Ja, dat vind ik wel heel fijn. Ja? Ja. Ben je goed? Sommige potjes wel, sommige niet. Ja, ja in streams of... In streams of, vaak niet. Dat zien nee, andere dan mensen. Zijn mensen... ja, dan zien ze mij een agressieve kant. Ja. Nee, ik heb alle klassen even uitgeprobeerd. En wat inderdaad wel heel tof is, dat vooral de medic en de sniper, de scout? Nee, of de support. Oh, support. Die dus ammo dropt. Ja. Als je dat heel goed doet bij je team, dan kun je echt ongelooflijk veel punten verdienen. En dat vind ik wel heel tof gedaan in Battlefield. Omdat de kills nu ook uitmaken voor de puntentelling in de game. Dus het is maar klein, maar het telt wel mee. Waardoor niet alleen je eigen squad jou hield, maar ook wel eens mensen van buitenaf. Ja. En dat vind ik wel heel tof gedaan. Want daar waren we in de beta bang voor. Daar maakten kills niet uit. Dan moest je gewoon punten overnemen. Ja, en als je neer werd geknald en er rende een medic voorbij, die liet jou gewoon liggen. Ja, nee, dat is waar. Ik ben continu met mijn sexual healing iedereen aan het healen. Ja, precies. Dat snap ik. Ja. Nee, maar dat is heel tof. Dat is hetzelfde als ammo. Dat is, als je goed samenwerkt, dan speelt het echt fantastisch. Echt, dan kan je echt als squad gewoon supergoed zijn. Gewoon een baas zijn, inderdaad. En ja, goed, tuurlijk gaat het soms wel fout. Maar dan heb je ook van die lone wolves die gewoon heen en weer gaan rennen. En ja, echt op zichzelf spelen. Ja, dan kun je een potje kaart verliezen. Ja, maar die mensen moeten lekker COD gaan spelen. Ja, want daar laten we het daar eens even over hebben. Rip COD. Ja, ja eigenlijk ja. wel. Ja, maar het schijnt zo te zijn dat voor het eerst ook qua verkoop het waarschijnlijk... Ja, maar ja, Battlefield zo worden. Als je ziet hoe sterk Battlefield gewoon staat. Gewoon sowieso qua Conquest. Maar ook de nieuwe Operations. Ik hoor overal dat Operations super populair is. En het kan ook super lang duren zo'n potje. Ja. Dat je denkt van wow, wanneer is het voorbij?
Het zit zo goed in elkaar. En ook de War Pigeons. Hoe heet die? Ja, de duiven. De duiven, ja. Dat vind ik ook een hele toffe modus. Die hebben we nog niet gespeeld. Wat ga je daar doen? Moet je een duivenrace doen? Nee, je speelt wel in twee kleine teams op een klein deel van de map. En dan wordt op een gegeven moment een duif gelokaliseerd. En die moet je dan, daar moet je dus allebei op af, of ja, beide teams op af. En degene die de duif heeft, die moet ergens een plekje gaan zoeken. Die moet stil gaan zitten, zodat je een berichtje kan uitschrijven. Wat vet! En dan moet je de duif oplaten. En de ander moet de duif killen, of niet? Nee, als die omhoog vliegt wel. Dan kan je hem nog neerknallen. En ja, als je te laat bent, maar dan, dat waren dan geen punt. Ja, precies. Er waren geen Rotterdamse duiven. Nee. Ik zie eens duiven bij mij buiten. Die probeert in een boom te klimmen en die dondert eraf omdat de tak hem niet houdt. Nee, dat dat zijn andere duiven. Dat zijn andere duiven. Nee, maar wie het eerst 3 punten haalt, die wint het potje. En kijk, en als jij de duiven hebt, ja, dan wordt natuurlijk op jou gehunt. En dan als jij neer wordt geknald, drop de duif en dan kun je die leuk pakken. Ik ga het spelen van, hoe heet het? Ja, volgens mij War Pigeons. War Pigeons, nou, leuk. Maar het is heel intens, heel kort vaak. En het is echt een toffe, leuke modus om even tussendoor te doen. Ja. Want ik denk niet dat je het net als Operation of Conquest uren gaat spelen. Maar het is wel een wat innovatieve modus. Leuk. Ga ik spelen zondag. Mooi. Bedankt. We zijn onwijs enthousiast allebei. Absoluut. Over Battlefield 1. PS4 versie, PC versie. Super vette game. 9. Dik terecht. Awesome. We blijven spelen. Ripcot. En lees de review op gamersnet.nl. Goed gedaan. Veel meer genuanceerde. Genuanceerder ook? Ben je daar genuanceerder? Zeg je daar dat de duivenmissie zegt moi zijn? Ja. Ja. Heel erg. Ja. Conquest moi. Dan geef je de game ook een 7. Ja. 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 Als je de 7 wil lezen, dan kan in de review van... Nou, maar hier is de 9. Ja. Ja.